Planner en in dit filmpje wordt uitgelegd hoe je de Tresia Planner kunt invullen. Ik laat je zien hoe de Tresia Planner eruit ziet, hoe je kunt plannen en hoe je de geplande taken kunt aanpakken. Als eerste laat ik je zien hoe de Tresia Planner eruit ziet. Op de ELO vind je voor elke periode een planner. Voor de eerste periode krijgt elke onderbouwleerling een planner op papier uitgedeeld. De bovenbouwleerlingen kunnen zelf een boekje maken als ze de Tresia Planner willen gebruiken. En als je het fijn vindt om de Tresia Planner in de snelhechter te stoppen, dan kun je er zelf 2 gaatjes in maken. Bovenaan, elke week, kun je aangeven voor welke week je de Tresia Planner gaat invullen. Vul op de linkerbladzijde de maand in en op de rechterbladzijde het weeknummer. Als voorbeeld neem ik de maand september en het weeknummer 36. Deze week begint op maandag 3 september. Deze datum vul ik in achter de maandag. Ook de rest van de week noteer je op deze manier. Vervolgens noteer je je vakken en het lokaal waarin je les hebt. Zo heb je een goed overzicht wanneer je welk vak hebt en in welk lokaal je wordt verwacht. Je hoeft daarvoor dus niet telkens magister op te starten. Dit doe je ook voor de rest van de week en dat zou er dan als volgt uitzien. Het is handig als je dit ook meteen voor de volgende week doet, zodat je het huiswerk meteen op de juiste plaats kan noteren. In je studiehandleiding kun je de planningen per week terugvinden. Daarom heb ik de volgende week er ook alvast ingezet. Nu laat ik zien hoe je kunt plannen. Op maandag het eerste uur heb ik een les Engels gehad. Ik krijg hiervoor huiswerk op voor donderdag het vijfde uur. Leren. Words 1.4 plus het maken van de zelftest A tot en met D. Ik noteer het huiswerk op de dag en het uur waarop ik het af moet hebben. In de kolom achter het huiswerk geef ik aan hoeveel planmomenten ik denk nodig te hebben. En voor dit huiswerk van Engels plan ik 5 momenten in. 3 momenten om te leren en 2 momenten om te maken. Dit lijkt veel, maar dit kunnen ook korte momenten zijn. Op maandag plan ik een leermoment van de Wurzeln. Ik denk hier 20 minuten mee bezig te zijn. Voor Engels plan ik ook op maandag een maakmoment in, de zelftest A tot en met D. Hier denk ik 10 minuten mee bezig te zijn. Voor dinsdag maak ik een leermoment. Ik herhaal de words. Ik denk hier vandaag 10 minuten mee bezig te zijn. En ik maak voor mezelf een eigen oefentoets van de words. Hier denk ik 5 minuten mee bezig te zijn. Op woensdag maak ik dan mijn eigen oefentoets om zo na te gaan of dat ik de woordjes echt ken. Ik denk hier 5 minuten mee bezig te zijn. Hiermee heb ik het huiswerk voor Engels ingepland en geef ik dat met een vinkje aan in de planner in de laatste kolom.
Voor wiskunde moet ik voor volgende week maandag 3 stukken theorie bestuderen en enkele opgaven maken. Hiervoor plan ik 3 momenten in. Op maandag bestudeer ik bladzijde 28 en maak ik 58 tot en met 63. Daarvoor denk ik 20 minuten nodig te hebben. Op dinsdag bestudeer ik bladzijde 30 en maak ik 65 tot en met 69. Ook hier plan ik 20 minuten voor in. En op woensdag bestudeer ik bladzijde 32 en maak ik 70 tot en met 72. Ook hier plan ik 20 minuten voor in. Nu heb ik wiskunde ook ingepland en kan ik dat afvinken. Voor Frans moet ik voor vrijdag de werkwoorden faire en apprendre leren en het maken van enkele opdrachten. Dit doe ik in 3 momenten. Op maandag leer ik de werkwoorden. Hier denk ik 10 minuten mee bezig te zijn. Dit leerwerk herhaal ik op dinsdag. Ook nu denk ik daar 10 minuten mee bezig te zijn. Op woensdag maak ik de opdrachten. Die gaan over de werkwoorden, dus kan ik ze meteen nog een keer herhalen. Hier denk ik 10 minuten mee bezig te zijn. De donderdag houd ik als reservedag. Voor als er iets tussenkomt en mijn geplande werk niet af kon krijgen. Of als ik merk dat ik nog een leermoment nodig heb. Hiermee heb ik Frans ook ingepland en kan ik het afvinken. Zo kun je natuurlijk ook de voorbereiding van een toets inplannen. Bedenk hoeveel planmomenten je nodig hebt om de stof te leren en te oefenen. Zo schrijf je al je huiswerk op en plan je het in je Tresia planner. Als laatste laat ik zien hoe je met de geplande taken aan de slag gaat. Als ik op maandag aan mijn huiswerk ga beginnen, kijk ik wat er op planning staat en hoe lang ik ermee bezig zal zijn. Ik bedenk in welke volgorde ik het huiswerk ga doen. Eerst leerwerk, want vaak heb je je leerwerk nodig om het maakwerk beter te begrijpen. En leer- en maakwerk afwisselen. Ik begin met het leren van Frans, want ik weet dat ik dat lastiger vind dan Engels. Ik doe liever geen 2 talen achter elkaar, dus ik maak daarna mijn wiskundehuiswerk. Ik heb dan een half uur huiswerk gemaakt en neem even pauze. Ik sluit mijn huiswerk af met het leren van Engels en daarna het maakwerk. Als ik klaar ben met een onderdeel, geef ik dat aan met een vinkje. Heb ik alles gedaan? Dan ben ik voor vandaag klaar met het huiswerk. Ik bedenk nog even of ik mijn tijd goed ingepland had, of dat ik nog iets extra's moet inplannen voor de komende dagen. Als ik ook dat heb gedaan, kan ik mijn tas inpakken voor morgen en ben ik klaar voor vandaag. Ik wens je veel succes met het gebruik van de Tresia Planner. En heb je nog vragen? Stel ze even aan je mentor.